Een hele goede morgen. Welkom bij deze dagopening. We lezen vanmorgen met elkaar Colossenzen 3, de versen 16 en 17. Een kort gedeelte vanmorgen. En dan lezen we dit. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Ik schrijf boven dit stukje twee woorden. Gezamenlijke aanbidding. Paulus zegt tegen de gemeenteleden in Colosse: het woord van Christus moet overvloedig in jullie wonen. Jullie moeten elkaar in alle wijsheid onderwijzen en aansporen. Het woord van Jezus. Misschien bedoelt Paulus dan letterlijk het woord van Jezus, wat Jezus letterlijk heeft gezegd. Misschien bedoelt hij de leer van Jezus. Persoonlijk denk ik dat Paulus het tweede bedoelt. De leer van Jezus. De leer van Jezus, die moet verkondigd worden in de gemeente. Niets meer, maar ook niets minder. De gemeente moet vol zijn van die leer van Jezus. Als de gemeente vol is van die leer, van het woord van de Heer Jezus, dan kan er niks meer bij. Dan is alle dwaalleer die er zal komen, die krijgt geen plek in de gemeente. Dat is het beeld. Nou, hoe is dat in onze gemeente hier in Eendijk? Hoe is dat in de kerken, in de gemeente Bunschoten, Spakenburg? En hoe is dat in onze levens? Als je helemaal vol bent van Jezus, dan heeft dwaalleer en verleiding heeft geen grip op je. Vol zijn van Jezus is het beste middel tegen dwaalleer en verleiding. Maar volkomen vol zijn van Jezus, dat lukt ons niet. En daarom zegt Paulus: onderwijs elkaar en spoor elkaar aan. Nou, dat eerste, dat lukt nog wel. In de kerken zijn we daar goed in het onderwijzen van elkaar. We hebben verenigingen, we hebben clubs, we hebben catechisatie. Het onderwijs, dat staat er nog wel redelijk goed voor. Maar dat laatste. En ik stel de vraag ook heel eerlijk aan mezelf. Elkaar aansporen. Doen we dat? Doet u dat? Doe jij dat? Doe ik dat? Mijn gemeenteleden, mijn medegelovigen aansporen. Van, hé joh, ik zie dat je aan het afhaken bent. Kom, blijf bij ons. Blijf meegaan. Hou je ogen gericht op de Heer Jezus. Ik denk eerlijk gezegd dat we dat nauwelijks doen. Dat we dat veel te weinig doen. Dat we veel te individualistisch zijn geworden. Ook in de kerk. Paulus heeft het ook over zingen. Zingen voor de Heere met dankbaarheid in je hart, zegt hij. Dat moet je doen. Hoe? Met psalmen, lofprijzingsliederen. Liederen ingeblazen door de Heilige Geest. Hier zie ik iets van de gezamenlijke aanbidding in de gemeente. Maar het samen zingen is door de coronacrisis zo goed als verstomd. Maar thuis niet, hoop ik. Laat de pannen maar van het dak schallen als je zondag weer luistert. Laat jullie huizen tempels zijn tot eer van God, ook en juist door ons zingen. Maar het is niet alleen iets van de gezamenlijkheid, die lofprijzen. Ik lees in vers 17, en alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Die aanbidding heeft ook een heel persoonlijke kant, en dat zie ik hier. Laat alles wat je zegt, laat alles wat je doet, laat in al die dingen van je leven uitkomen dat je leeft tot eer van Jezus. Laten we bidden. Heere almachtige God, wij komen tot u aan het begin van deze dag en wij bidden u. Wij bidden u of de gezamenlijke aanbidding in de gemeente door mag blijven gaan.
ondanks alle beperkende maatregelen. We bidden dat de lofprijzing door mag blijven gaan. Nu het in de zondagse diensten moeilijker wordt, die gezamenlijke lofprijzing, wilt u dan geven dat het in onze huizen door mag gaan. We bidden dat we spoedig weer met elkaar mogen samenkomen in de kerk. We bidden dat het niet al te lang meer duurt, Heren. We verlangen ernaar om elkaar weer fysiek hier in uw huis te ontmoeten. We bidden dat we ook in onze persoonlijke levens de dank aan u, Heere Jezus, naar voren laten komen. We bidden u voor vandaag. We bidden u voor het weekend dat eraan komt. Wilt u ons een goede dag geven? Wilt u ons een dag geven waarin het een dag die gestempeld wordt door uw eer? Maar wilt u ook geven dat het weekend dat komt gestempeld wordt door uw eer? Wilt u de diensten die zondag gehouden worden zegenen, ook hier in de kerk? We willen bidden of we de rust vinden om in te loggen in het woord van u, Heren, te horen. Wilt u met ons aan het werk gaan door uw Heilige Geest? We dragen elkaar zo aan u op. Uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil u en jullie van harte uitnodigen om komende zondag in te loggen op een kerkdienst. Er zijn er genoeg. Onze gemeente heeft dienst om 9:30 en 7:00. Als u gaat naar kerkdienstgemist.nl en u typt dan in Eemdijk, dan vindt u de gemeente vanzelf. En ik hoop u en jullie natuurlijk ook komende maandag weer opnieuw te ontmoeten bij een nieuwe dagoverdenking. Een hele goede en gezegende dag toegewenst en een fijn weekend.